Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij ARK. Survival Evolved hier op de ARK Eternal Server. Oh yes, dames en heren, vorige aflevering is het ons gelukt en we hebben een Bionic Giga mogen temmen. Ik heb al even tussen de afleveringen door, heb ik er een babytje van gemaakt en 100% imprinting opgekregen. Dus dat is lekker. Ook heb ik even gekeken of we überhaupt voor die artifacts, voor deze artifact craft, genoeg crystals hebben. Niet eens in de buurt van. Gewoon niet eens in de buurt van. Maar, wat ik wel zag, dames en heren. En ik denk dat we deze hebben gekregen van de Bionic Giga. Die wij hebben gekild. Die de tameable Bionic Giga spawnde. Maar, we hebben in Domino's 2 Mystery Element. Ook 200 element. En wat gear kunnen. Nou ja, weet ik veel. Vanille of iets in die richting. Maar goed, hij heeft hier in ieder geval amper crystals. Amper crystals. En ik heb in mijn inventory ook nog wel 200 of zo. Maar in onze storage. Hier in onze storage hebben wij geen eens 1000. Dus we gaan het niet eens redden om die 2500 te craften. Maar voor onze Evolution Todorex waren wij die twee Mystery Element nodig. Dus die doen we daarin. En die evolutie die gaat komen. Waarom? Crap. Gaat deze nou weer aan na elke restart van de server? Deactivate. Gooi alles maar op de grond. Ik zie eigenlijk nog niet helemaal in waarom of dat ik nog meer poep zou moeten verzamelen. Want dat is eigenlijk voor de refertilizer. Maar we hebben natuurlijk ook een tech. We hebben een tech generator. En dan zijn we eigenlijk gewoon helemaal geen refertilizer meer nodig. We zijn geen honey meer nodig. En pik een poep. Hij moet het eerst weer naar fertilizer craften. Dus ik zie niet in waarom we nog fertilizers zouden maken eigenlijk. Pik op. Koop. Nou, laat ik maar. De rest mag voor mij wel vergaan. Deze collector die staat nog op eieren te verzamelen. Die heeft al een hele lading eieren verzameld. Hier hebben we nog een collector die eieren verzamelt. Die heeft ook een goede hoeveelheid verzameld. Laten we onze inventory nog even sorten voordat we erop uitgaan. Maar ik kan niet wachten om met E.T. erop uit te gaan. Dit is een monster. Een monster van de dino, dames en heren. En ik denk dat we de gear, die doen we gewoon allemaal hier bij in. In de gear hebben we ook overigens, dat is ook wel super. Oh crap, al die andere junk hoeft er helemaal niet bij in. Maar in deze modpack zit ook Predator. Keer legs, chest, head, feet en hands. Ik heb hem eindelijk compleet. Het heeft best lang geduurd. Mijn vorige aflevering, toen we zoveel zijn wezen killen, heb ik eindelijk de chest piece gekregen. En als het goed is, drukken wij op C. Oh yes. Dan gaan we gewoon compleet invisible. En je ziet het ook al, we hebben daar een buff. You are wearing a full set of predator armor. Crouch to activate stealth. En daar bij die andere staat, you are cloaked from the world. Oh, dat is wel heel erg gaaf natuurlijk. Niet dat we er echt iets aan hebben. Maar ik vind het wel heel cool dat we het überhaupt hebben. En ja, is cool. Ik denk dat het gewoon cool is. Laten we het daarop houden. We doen het voor nu in ieder geval gewoon weer terug in. En ik gok dat we het nooit weer gebruiken. We hebben toch altijd onze builders helmet op. En onze kleidersuit. Want onze kleidersuit is ook gewoon amazing. Let's go. Oh ja, dat is ook zo. De Bionic Giga. Als je hem mount, dan heb je de eerste fast learner. Misschien wel unlimited fast learner. Dat is ook de gele pijltje midden in beeld. Daar kan ik dus eigenlijk ook gewoon weg net even helemaal niks aan doen. Oké, hij breekt het. What? Jullie maken een geintje. Dit kan gewoon niet. Ik weet dat ik hem al een baby heb gemaakt. Dus dat ik ook al 100% imprinting heb. En dus de imprinting buff heb. Maar deze begint op 180.000. Als base hit. Als base hit. Gaat deze dan nog sterker worden als Dominus? Kunnen we Dominus alweer in de Pokeball in ons Pokecenter gaan doen? Wat is dit? Wow. Oh. De server heeft wel een beetje lag issues, maar hey, kan gebeuren. Wow, wat spawnt daar nou dan? Oh, nog een elemental Spino. Fire elemental nou in plaats van een poison. Die poison elementals die zie je ongelooflijk veel bij die Spino's. Dus ik denk dat dat hun base is. En dat daaruit de andere Spino's voort spawnen. Maar de movement speed is een beetje trager als die van Dominus. Maar ik denk dat dat goed is voor een Giga. Ik zie ook geen rage bar. Dus
Ja, dat is alleen maar goed. Want anders wordt hij nog boos op mij. Eet hij mij weer een keer op en dat soort dingen. We krijgen onze gear toch weer terug. Dus dat is nog geen super probleem. Maar het is gewoon vervelend. Moet ik al mijn folders weer maken? Moet ik alles weer opnieuw uitzoeken? En oh my god, wat is dit beest al een monster? We hebben nog geen level in hem gedaan en we eten gewoon een Prime Cardinals op. Let's go. We gaan gewoon zonder dat we er een level in hebben gedaan, gaan we hier gewoon een Prime Megatherium opeten. Misschien zelfs een Space Panda. Als hij Space Panda hieruit spawnt, eten we die ook af. Ik heb weer meer dan genoeg health potions. Oh, dat spawnt een Prime Utyrannus uit. Dan eten we die ook gewoon op. Want ik kan me niet voorstellen dat een Prime Utyrannus mij enigszins angst aan kan jagen op onze Bionic Giga. Wow, dit ding is gewoon te krachtig, dames en heren. Te krachtig. Oh. Ook wat spiderlings, die geven vaak wel lekkere loot. Natuurlijk moeten we weer opnieuw helemaal een keepfolder maken. Alles erheen slepen wat of dat we willen houden. Ik weet ook niet of we alles nog maar willen houden. Wat ik over het algemeen genomen steeds heb bewaard. Maar, oh mijn god. En omdat die fast learning is, zullen we eens even kijken. Want dan hebben we nou vast wel insane veel levels. We hebben al 114. Wauw, ik moet wel opletten omdat die crafting skill hier staat. Dan heb je movement speed en dan pas melee damage. Dus dan moeten we wel opletten. Maar we doen gewoon even 114 levels in die melee erbij in. Laten we eens kijken, wat doen we nu? Wat voor damage doen we nu? What? We doen nu al over 1 miljoen. Gaat deze dan base over 2 miljoen doen? Want we hebben natuurlijk nog een keer zoveel levels om erin te doen. Mini 180.000 die we dit niet deed. Misschien net. Die was mate booster. Die telt niet mee. Let maar op. 1,1 miljoen aan damage. Hier spawnt over het algemeen genomen niet zo verschrikkelijk veel modded. Harvest deze toch hout net zoals Indominus? Nee, oké. Okay. Oh, dat scheelt. Ben jij een alpha high? Of ben jij gewoon... Oh, je bent gewoon high. Oké, in ieder geval wat Megalodon Tooth. En het mooie is, en deze super overpowered dino's. Je kunt gewoon je autoclicker aanzetten. Gewoon door de map heen rennen. En ze vreten alles op. Gewoon alles. Ze laten niks heel. Als het goed is, lopen hier altijd nog wel wat alfa's en wat primes. Nou niet zo heel erg veel. Oké. Alpha Raptori. Oh, ik geloof dat deze, net zoals de Indominus Rex, ook gewoon een hele goede AOE heeft. Waardoor het in één keer een felle dino wordt. Meestal Giga's en Indominus Rex's die draaien niet zo snel. Die kunnen heel veel plekken niet komen. En dan kunnen ze weer overal door geraakt worden. Hier valt het ook tegen. Het zijn voornamelijk wat elementals hier. We kunnen er natuurlijk naartoe gaan waar of dat we deze ook hebben getemd. Daar liepen toen wel een goede hoeveelheid aan dino's die goed experience geven. We hebben er alweer wat bij, denk ik. Ja, dat is maar 3. Daar schieten we gewoon niks meer op. En weer deed ik het bijna in movement speed. Oh mijn god. Ik vergeet hem al wat te laten zien. Let op, dames en heren. Let op. Oh, wacht even. Zijn hoofd staat de verkeerde kant op. Hij moet even zo staan. En hij is ook iets kleiner als de Indominus. En dat is gewoon ideaal. Want dan heeft hij iets makkelijker. Die roar. Dan kan hij iets makkelijker overal langs lopen. Is dit al one hit? Alpha Bear Kills. Wow. Je moet een geintje maken. Dit is de cave waar heel veel oil zit. In deze snow cave zit altijd heel veel oil en crystal. Dus het is een super plek om dat te halen. Niet als je een Bionic Kicker bij je hebt, want die vernielt alles. Maar hier lopen zo en zo verschrikkelijk veel Alpha Dire Bears. Oh, als je ook een Alpha Dire Bear zoekt, gewoon deze cave. Oké, lekker. En die nog even. Lekker. Die deed ik enigszins... Oh, volgens mij kun je Alpha Dire Bear... Evolve naar Prime Dire Bear, maar aan de andere kant Prime Dire Bear spawn ook zo gauw je alfa's killt. Dus hier killen we de primes er ook meteen even achteraan. Er zijn nog weer een paar primes gespawnd. Ik kan het niet heel goed zien. Mag ik je first person? Yep, dankjewel. Volgens mij zag ik hier ook nog een prime. Yep, hier loopt ook nog een Prime Dire Bear. Let's go. Oh, wat lekker. Zijn er nog meer primes gespawnd inmiddels? Nope, wel weer nieuwe alfa's. Oh, wauw. Oké, deze cave is misschien iets te OP om in te levelen. Let's go, we gaan weer naar buiten. Wat loopt die buiten? Direct een alfa mammoet, die vreten we erbij op. Wow, one hit, one kill. Prime Rex, daar zullen we nog iets langer over doen. Oh, Giga, yes. Oh, Wyvern, die geven allemaal zulke lekkere XP. Ik denk dat we al bijna in de buurt van Max Meeleging komen nou. Oké, we staan in de brand. Oh, nog een Giga die boos is op ons. One hit.
Alpha Giga, 120 punten erbij. Ik weet niet of we die er allemaal nog in kunnen doen. Ah, nee. Nou, daar gaan we al. Nu heb ik verschrikkelijk veel levels in movement speed gedaan. Oké, hij is nog hanteerbaar. Hij is nog hanteerbaar. Wat? Anders waren we nou max melee geweest. Hij is nog net hanteerbaar, dames en heren. Wow, 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 wow. Check hoe snel of dat hij nou is. Dit is gewoon niet goed. Gelukkig killt hij ook super snel. Oh, dat compenseert weer een beetje. Oh, dat zeg ik net nog. Hij is beter bestuurbaar dan als in Dominus, maar nou al niet meer, want hij is nou sneller en... Oh, hij loopt iets voor mijn voeten. Oh, arme Megalozeros. Oké, okay, let's go. Dan doen we de rest. What? 303 levels. Oh, ongelooflijk. Laten we dit er maar gewoon in klikken. Geen autoklikken geintjes. En ik heb ook geen drinken meer hier. Dan doen we het zonder drinken. Let's go. Oh, hebben we 200, hebben we 200. Ja, daar gaan we de 200. Zijn we voorbij nog 55 keer klikken te gaan. Let's go. Oh mijn god, wat is dit een overpower dino. Nou al, 50, 51, 52, 53, 54, 55. En dan hebben we nog 165 over voor in zijn helft. Maar hij heeft al 3, oh wacht, dat valt pas bij. Hij heeft maar 7 miljoen AP. Wow, nou ik ben het gevoel alsof mijn dino dood is. Ik heb bijna het gevoel alsof hij al dood is. Hoeveel miljoen hebben we nu? 900 miljoen aan AP. Ongelooflijk veel. Wat is onze unresisted? 2,3 miljoen damage per hit. En op een, oh yes, op een prime 1,7 miljoen. Space Panda is denk ik bugged. Niet die spannen weer. In deze mod werkt het zo, er mag maar van een bepaald soort dino's een bepaald aantal aanwezig zijn. Worden dat er meer dan die spant, de dino die gewoon als laatste ingespant is, die spant dan onmiddellijk weer. Dus dat komen we helaas best wel veel tegen. Vooral bij de Resurrected vind ik dat best wel jammer. Want om een Resurrected te laten spannen moet je vaak een groot aantal kills maken. En als die dan meteen weer die spant, dan heb je zoiets van, nee, waarom gebeurt mij dat nou weer? Oh mijn god, die movement speed is misschien jammer, maar ik heb ook geen Dino Mind Wipe Tonic op de server staan, dus we kunnen het ook niet weer weghalen. Oh, wat zonde, deze was nog level 580 ook, ik denk niet dat we dat weer tegen gaan komen dit seizoen, maar what, oh my, wow. Ik heb eigenlijk niet gekeken of deze ook full damage krijgt, want dat is wel een beetje vervelend met de hoge movement speed. Als je dan ergens van af lanceert, dan vlieg je ver, heel ver, zoals nu. Vlogen we echt al wel heel ver voor dat hele kleine heuveltje waarop dat we vanaf vielen. Maar 2,3 miljoen damage. Hier staat nog een Alpha Rex, kunnen we die nog bereiken? Oh, nee. Au, denk ik. Yes, hij ontvangt geen full damage. Oké, okay, hij is beter als onze Indominus Rex. Oh, geen. Gewoon compleet en helemaal. Geen full damage. Dat is het beste. Beter kun je niet krijgen. Holy damn. Oh, nee. Oh, yes, ik had hem. Welk level was die? Wow, een robot enforcer van level 720. Die wil ik. 760 is volgens mij de max van die robot enforcers op spawnen. En ik weet niet wat we al hebben. Volgens mij heb ik er al een paar meegenomen. Waar hebben we deze eigenlijk getemd? Oh, dan moet ik daar over die brug heen. Maar ik zag hier nog iets van een giga, volgens mij. Je hebt nog een eternal giga. Volgens mij zijn we ook al max level. Vooral met die fast learning buff die of dat die heeft. Oh, prime RG 2 hits. Oh, what. Nou is die baby potion om en onwijs overpowered. Dat is gewoon niet normaal. Maar hey, het hoort er allemaal een beetje bij, denk ik. Zitten we nu vast? Nee, het valt mee. Oké, die movement speed had ik echt niet moeten doen. Ik heb beter op moeten letten. Ik deed er nog 80 levels of zo in ook. What? Oké, auto klikken aan. Oeh, kunnen we bij die dragon komen? Nee, kunnen we niet komen. Yeah. Oh ja, deze kant moeten we langs. Dan komen we bij waar we hem getemd hebben. En hij vliegt gewoon hele stukken over deze map. Oh. Hey, Eternal Dodo. Volgens mij is dat een van de dino's waarop dat ik het langst over heb gedaan om te vinden wat of dat we wouden temmen. Eternal Bronto. Oké, weg. Wat loopt hier nog? Dat is ook weg. Het is allemaal alweer dood. Allemaal alweer dood. What? Met 2,3 miljoen. Oh, er was ook een Enforcer.
Oh, ook 720. Oké, nemen we die ook mee. Dan wordt het denk ik toch ook eens tijd om een robot Enforcer te maken. Immortal Unassembled Enforcer. Woop, 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 woop. Oh, wat is dit heerlijk. Wat is, eigenlijk is de movement speed nog niet zo heel slecht, want zo kom je ook ergens snel. Oh, wat doet dat toch een damage. Die Kentrosaurussen zijn eigenlijk nog mijn grootste nemesis, want hun damage is afhankelijk van jouw damage. En aangezien ik insane veel damage doe, doen zij ook insane veel damage op mij. Wat gewoon, oh, dat is gewoon niet eerlijk. Oh, wauw. Ik moet ook nodig zijn inventory uitzoeken. Hey, hier lopen nou ook meer primes en elementals als dat de vorige keer toen ik hier kwam. Ik heb het liefst op een veldje dit dat je lekker kan vechten. Als hier nou de hele tijd een beetje weer de boel in re-inspawnt, dan hier kun je alles in ieder geval duidelijk zien en duidelijk vinden. Kunnen je gewoon rustig bewegen, geen last van stenen, geen last van bomen. Kijk, zoals dit. Ja, blijf maar inspawnen al jullie primes. Heeft hij ook nog een C-move? Nee, ik heb geen C-move. Z, X, control. Nee, oké, hij heeft dus geen andere moves. Alleen left mouse click en right mouse click. Oh, niet eraf vallen. Is dat nog een Prime Griffin? Dat is een Prime Griffin, maar ik kan zo niet zien welk level. Wow, volgens mij heb ik nog geen Prime Griffin gezien dit seizoen. Misschien moeten we daar gauw even heen. Even deze Prime UT opeten. Oh, dat is ook een level 580 Prime UT Runners. Wat level ben jij Griffin? Oeh, level 560, dames en heren. Oep, oep, 41 levels bij. Ik denk ook dat max is. Yep, dat is max. Dat had ook wel gemoeten, aangezien we zoveel kills en zo weinig tijd hebben gemaakt. Uiteindelijk geëindigd op 1 biljoen. 1,1 biljoen. Volgens mij gaat het dan biljoen. Ik weet het niet eens. Zoveel hebben wij nog niet eerder gehad. Oh, wat? Liep daar gewoon een zeber onder mij? Loopt daar gewoon nog een zeber? Spannen jullie... Oh, deze korte bocht kan ik niet meer maken omdat ik te snel ben. Ik denk niet dat we hier nou alles willen gaan killen. Want de kans is dan te groot dat we in gevecht komen met die Griffin. Oeh, Tech Stecko. Die wil ik eigenlijk ook nog hebben. Want die schijnt ook... Oh, dit is een robot. Hij is maar level 540. Dus is mij niet hoog genoeg. Maar die schijnt ook Eternal Berries te moeten kunnen farmen. Wat is dat voor... Pegasus. Wat ben jij voor mooie... Sky Rider? Wat is Skyrider, Tameable, Passive? Wat heb jij het liefst? Zeg Eternal Berry. Eternal Berry 2? Really? Skyrider? Zal Skyrider ook een Tribute Dino zijn? Waarom wil je er nou weer 2? Laat ik gewoon in de Taming Folder kijken voor onze Taming Spullen. Dat werkt meestal wel het beste. Daarvoor heb ik ook een Taming Folder. Wat? Maar ik wil zo'n roze Pegasus. Hoe dan ook, ik wil zo'n roze pekjes. Oh, we hebben al gamma up. Skyrider, land. Land voor mij. Je kunt het. Ik weet dat je het kunt. E.T. zal je niks doen, ik beloof het. Hij is op passive. Oh, fluit ik hem net op. Oh, really? Really? Oké. Okay. Ik fluit E.T. op passive en word aangevallen door een raptor en een prime. Wyvern. Oké, okay, waar is Skyrider? Oké, okay, Skyrider is hoog in de lucht. Gaat Skyrider nog wel weer landen of gaat hij daar gewoon in de lucht blijven hangen? Komt hij nou naar beneden? Nope. Wachten wij nog heel even op en dan zijn wij er zo weer. Oh, oké. Okay. Really, really? Ik onderbreek de opname en Skyrider die besluit om te gaan landen. Oh, yes! Oh, what? Pinky. En de brain. Oh crap, dit is misspeld. Change name. Die. Pinky. Oh, wow. Wat gaan we eigenlijk met Pinky doen? I don't know, maar wow. Die is echt wel heel erg heel, super gaaf. Kijk, dan is heel even, dames en heren. Een pink Pegasus, een pink unicorn, flying unicorn. Vliegen unicorns niet altijd. Heb je ook iets specials? Nee. Van Pinky Skyrider hebben we iets... Vanilla's hier om te attacken. Oké, zijn movement speed is net zoals die van Pony. Laat veel te wensen over, vooral als die vliegt. Oh, hier is een bever. Ben ik te dik?
Nope, ik ben bij lange na niet te dik. Hier is een bever. Laten we eens even kijken of Skyrider meer damage heeft als pony of niet. 17.000. Volgens mij is dat vergelijkbaar. Dus ik denk dat Skyrider een tribute dino is. En ik heb het niet eerder gezien. Ik vind hem vet. We hebben hem mee. We hebben hem getemd. We moeten gewoon alles stemmen. Het is net als Pokémon. Got to catch them all. Oh yes. Ik ga mijn inventory even uitzoeken. Ik ga nog even een klein stukje verder met killen, denk ik. Misschien kunnen we nog wel een immortal in laten spawnen. Ik beloof het niet. Dat heb ik vorige aflevering gedaan. En dat heeft uren gekost. In ieder geval zijn we zo weer terug bij jullie. Dit lijkt mij niet de bedoeling. Wow, ik heb geen idee, maar E.T. werd ge-one-shot. E.T. werd gewoon ge-one-shot. Full life, dan nul. What? Ik denk dat hij ergens voor een attack gevoelig is. Ik kan zo niet vaststellen voor wat. Want ik was met de lava column. Broodmother, een stekker. Oh nee, stekker was nog eens meer in gevecht. Ik weet wel dat ik hier liever vertrek. Maar what just happened? E.T. one shot weg. Daar is nog een lava column. Misschien moeten we gewoon weg teleporteren. Zo gauw we hier geland zijn. Dat lijkt mij een beter idee. Of we moeten gewoon even een dino hierheen. Zet me dan. I don't know. Ik weet het echt niet. We gaan wraak nemen. We moeten en we zullen wraak nemen. Moeten we wel snel zijn, want anders zijn we al dood voordat ik kan mounten. Right. Dominus! Doe je ding. Dominus, je bent weer uitgeroepen tot de sterkste dino die dat wij hebben. Het spijt me dat ik je enigszins poging heb gedaan je te verraden. Oh, nee, het spijt me helemaal niet. Die E.T. was super gaaf. Die Bionic Giga is bij verre het meest krachtige beest. Wat of dat wij in ons bezit hebben gehad. En die wil ik absoluut terug. Maar oeh, nee. Nou direct een immortal fight. Laten we die in ieder geval doen. Oh. Gelukkig hebben we de evolutiecompie nog. Want vanuit die evolutiecompie kan er natuurlijk ook een super sterke dino komen. En oh, misschien was dat het. Misschien was dat het, mensen. Ik had natuurlijk mijn Eternal Berries daar. Ik dacht dat ik hem had geheeld, maar dan heb ik hem misschien wel helemaal niet geheeld. Oh, nee! Dan is het gewoon mijn eigen schuld. Dan is hij dus niet eens ge-one-shot. Ja, uiteindelijk wel, maar hij was niet full life. Dan was hij dus bijna dood. En oh my god. Ik heb gewoon nul gedrukt en vanuitgaande dat ik geheeld was. Want ik had het hele seizoen lang heb ik al op nul die heal potions staan. En oh, ik had nou dus mijn heal potions niet op nul staan. Daar stonden Eternal Berries van het temmen van Pinky. En Pinky, niet slecht bedoeld, Pinky, maar je zult er nooit tegenop kunnen. Wat of dat onze Bionic Kicker kon presteren. Ah. In ieder geval gaan we deze Lord Rattaxus, die gaan we opeten. Die eten we gewoon op en dan hebben wij daar als het goed is ook Generic Soul voor gekregen. Yes, een Generic Soul. Dus dan zouden we nou ook de Dark Star Hard Mode in kunnen summen. Is die nou een Prime Dex onder de grond? Hier staat ook een Primarax onder de grond. Ik heb geen idee of dat we hem nou op hebben gegeten of niet. En ik heb ook eigenlijk geen idee. Want volgens mij hebben we de inventory van E.T. ook niet leeg kunnen halen. Oh, wat baal ik daarvan. Ik zat al te twijfelen om toch die Mind Warp Tonic te installeren. Zodat ik nog meer damage zou kunnen doen. Waar was E.T. dood? E.T. was hier toch dood? Nee, E.T. was daar dood. Weet je, deze steken hier nog even op. Oké, hier ergens wordt E.T. gestorven. Dit is een tasje, denk ik. E.T. geeft een kistje. Geef geen eens een tasje. Oh, wat gaaf. Owner E.T. Oh, ik wil eigenlijk niet al die crap pakken. Kan ik het dragen? Oké, ik kan het dragen. Oh, wauw. Wat balen we hiervan, mensen. Oeps, daar waren ook mijn Eternal Berries. Nou, die kunnen we er in ieder geval zo wel weer uithalen. Dit was alles wat in de keep folder zat. Alles wat hij moest bewaren. En verder is allemaal junk. Maar mij allemaal wel weg. Een zadeltje meer of minder, om heel eerlijk te zijn. We hebben wel zo verschrikkelijk veel zadels. Ik weet niet dat we ooit nog zoveel dieners gaan temmen, brieren, toveren, dood laten gaan. Noem het maar op. Maar deze fire damage hier, wat deze Dominus Dodo Rex nou op me doet, dat is waar je voor op moet passen. Die doet meer damage als dat die bosses überhaupt op je kunnen doen. Oh kijk, hij heeft wel gewoon een tasje. Hij heeft gewoon een tasje. En onze E.T. die had een kistje. Oh, dat is best wel stoer. Dat vind ik dan best wel weer grappig dat daar verschil in zit. Je mag wel in de keep. Hebben we nog iets anders leuks gekregen? Een silver carrot?
Evolve a fertile reptile into a spectral. The fertile rabbit into a spectral rabbit. Oeh, hebben we nou een extra soul gekregen? Of heb ik gewoon die souls allemaal net hierin gestopt met mijn onoplettendheid? Dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Heb je echt serieus geen electronics bij je? Oh, de stacks zijn alweer vol. Holy, wat hebben wij alle gigantische hoeveelheid electronics met jou gefarmd. Zoals ik zei, die fire damage heeft dus 3/4 van ons life gewoon weggebrand. En dat is denk ik ook met E.T. gebeurd. En ik dacht dat ik hem had geheeld en toen ge-one-shot werd. Maar ik heb hem gewoon nooit geheeld, want ik had mijn healpotjes nog niet weer teruggezet naar de passive tame. Oh, crap, wat jammer. Ongelooflijk, wat is dat nou nog weer jammer. Oh, maar we hebben nog een Immortal kunnen summonen. We hebben de Dark Star. We kunnen nu de Dark Star volgens mij insummonen. Ik dacht dat we daar nog één generic soul voor nodig waren. Die hebben we dan inmiddels mogen farmen. En E.T. zijn we weer verloren. Dus laten we hopen dat onze evolutie Dark Star super, super OP is. Want onze E.T. die was dat in ieder geval wel. Al was het maar voor korte duur. Hij was ongelooflijk overpowered. Oh, wat balen mensen. Wat baal ik daarvan. Misschien moeten we weer terug naar dat gebiedje. Veel gigas killen. Dan spant er misschien nog wel weer opnieuw een Bionic Giga heen. Die we dan misschien nog weer een tameable variant van in kunnen laten spawnen. Oh, wauw. Maar deze killing grounds hier blijft toch heerlijk om op rond te lopen. Waar is die Manticore heen? Oké, die is daar. Oh, Manticore, ook tegen Dominus kun jij helemaal niks. Maak je nou maar geen waanideeën. Holy damn, dames en heren. Ik baal er best wel van. Ik ga... Oeh, we kunnen die Prime Griffin nog wel even temmen. Oeh, dat is misschien nog wel een goed idee. Wacht even, even een paar Rex uit de weg ruimen hier. Oké. Spant niks nieuws in. Jij. Gaat naar de base. Jij summoned Green Arrow. Let's go, Green Arrow. Wij gaan eens even op zoek, Green Arrow, naar waar die Prime Griffin was. Want ik had denk ik Last Remote Location kunnen gebruiken. Alleen, nou niet meer, aangezien ik die nou heb verprutst. Want mijn Last Remote Location is nu daar. Oh, yeah. De focus is weer op het top. Wij zijn er. Zobie. Oh, jij kunt nog een beetje snelheid gebruiken. Wacht even, snelheid. Ja, waarom doen we niet nog een beetje meer snelheid? Ik weet niet zo heel goed of ik hem nog hoger in melee damage wil doen. Als ik hem hoger doe in melee damage, dan heb ik de vrees dat hij dus iets sneller doodmaakt dan dat hij een knock maakt. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ook zijn we nog een upgraded variant van deze nodig. Komt volgende aflevering, hoop ik in ieder geval. Gaan we vanuit, dames en heren. BRB. Oh yes, daar zijn we weer. Hij is in gevecht met een Alpha Allo die nu nokje gaat. Hoop ik in ieder geval. Waarschijnlijk wel. Een Prime Griffin, level 560. Heb ik hem nog niet geheerd? Alleen de Alpha Allo? Oké, Alpha Allo is nokkie. Nice. Oké, daar hitten we de Prime Griffin. Hoe zit jij met verhouding? Ik denk 2 hits. En deze heeft 1,3 miljoen HP en 2,5 miljoen Torpor. Dus... dat zou geen probleem mogen zijn. In your face. En hij is Nokki. Yes, yes, yes. Hoeveel meetjes ben je nodig? Alpha meet 2 keer. Dat hebben we vast wel bij ons. Oh, het is nog een vrouwtje ook. Woep, woep. 1. Yes. Oh, yes. Grifundar. Oh yes, volgens mij kunnen we deze ook evolueren naar een Eternal, ik weet niet meer, een Cursed, denk ik. Nee, noem ik weer niet Cursed, ik weet het ook niet meer. Laten we eens even kijken, wat is jouw base damage om mee te beginnen? Oh, dat was al een dooie, dus daar kunnen we geen base damage check meer op doen. Jouw base damage 21k, voor een Prime niet super hoog, voor een Flying Prime niet verkeerd. Is die net zo sterk als onze Prime Wyvern? Nee, maar onze Prime Wyvern die hebben we al gepoest. Oeh, wat is dat nou? Oh, dat is Cursed natuurlijk. Die hebben we natuurlijk ook al naar een baby gebracht en weer volwassen gemaakt. Dus daar hebben we al een imprinting bonus op. Dat kunnen we hierbij ook gaan doen. Mochten we hem willen gaan gebruiken, kunnen we hier vanaf schieten. Oké, nice. We kunnen hier vanaf schieten. Misschien is het best wel... Oh, interessant.
Oké, dat is te doen, het is te doen. Hij is misschien ook wel goed te gebruiken voor het bouwen. Laten we eens kijken met de dive bomb. Oh, daar hadden we wel iets hoger moeten vliegen. In ieder geval is deze nog wel een klein beetje meer movement speed nodig. Maar volgens mij is onze PTE al sneller als hem. Onze Wyvern is in ieder geval heel veel sneller als hem. Oké, 81.000 starting dive bomb. What? Nee, eet jij daar nou een schaap op? Ik wil ook mutten. Oh nee, mutten zijn we eigenlijk helemaal niet nodig om iets te temmen. Hè? I don't know. Maar, in ieder geval, dames en heren, het verlies van E.T. valt me zo zwaar dat ik denk dat we hier maar afsluiten. Of het is 30 minuten in de video, dat kan het ook zijn. Oké, 108.000. Dat was een betere duikbom als de vorige. We sluiten hier de video af. Dames en heren, volgende aflevering gaan we eens even kijken wat we van deze Prime Griffin kunnen maken. Er zijn ook insane veel zadels, als ik me kan herinneren, voor een Griffin. Griffin Armor, Eternal Griffin Armor, Eternal Griffin Armor, Griffin Tech Armor en nog een keer Griffin Tech Armor. Wat de verschillen allemaal zijn, ik heb geen flauw idee. Gewoon compleet en helemaal geen flauw idee. Maar dan gaan we natuurlijk de volgende aflevering vinden kijken. Ik vind deze Griffin er in ieder geval wel super vet uitzien. En qua bouwen is een Griffin altijd ideaal om te hebben. En misschien qua temmen ook wel. I don't know. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar een aflevering waar ik in ieder geval enorm veel van heb genoten. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. En tot de volgende keer. Appetje ho.